Goeiedag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Label TV. Mijn naam is Michiel en naast mij zit Tarek. We gaan het hebben over de wedstrijd die zojuist is gespeeld, namelijk AOSC Label Vastgoed tegen FCK De Homo. De wedstrijd is zojuist geëindigd in 4-3. We hebben hier twee gasten aan tafel. Coach van AOSC Label Vastgoed, Kelvin Blankendaal, sorry. En de coach van FCK De Homo, Piet Gabriels. Welkom heren. Kelvin, zou ik wat aan u vragen? Wat een wedstrijd, hè? Ja, ik denk dat het voor het publiek ook leuk was. Maar voor ons extra leuk, want je wint gewoon van de nummer 1. En ja, dat is gewoon een goede ploeg. Heel weinig doelpunten tegen. En ja, dus wij zijn er blij mee. Ja, de wedstrijd ging op en neer. Ik had het gevoel dat jullie zeg maar gingen afwachten en dat FCK dan meer het spel maakte en dan, dat jullie zeg maar daarna gewoon van hun fouten gingen profiteren en heel snel gingen counteren. Dat heb je heel goed gezien en dat was ook het strijdplan. En omdat wij eigenlijk van de ruimte gebruik wilden maken achter de opbouwlinie zeg maar. En ja, daarom kwamen we er ook heel snel uit met de counters. En zodoende kwamen we ook vaak tot scoringskansen. Die niet allemaal werden benut natuurlijk. Maar... Oké, en vindt u dat uw ploeg terecht heeft gewonnen? Ik denk uiteindelijk wel. Als ik kijk naar de kansen. Ja, denk ik van wel. Oké. En mag ik u wat vragen, Piet Gabriels? Ja. Vindt u dat uw team terecht heeft verloren of zat er wat meer in? Nee, kijk, de eerste helft hebben wij 4 kansen gehad, onderkant lat. Een paar reddingen van de keeper, een paar kansen die niet meer. De kans van Samir alleen voor de keeper maakte de verkeerde keuze. En dan 1 minuut was de eerste kans, in de eerste helft 1 minuut verrust. En de benut Lebo, dan komen we op 1-0. Dat is alle rust, dat is voetbal. Maar je ziet in de eerste helft dat wij met 3-1 voor moeten staan. Dan heb ik een vraag eigenlijk voor beide trainers, want jullie ploegen winnen over het algemeen best wel veel. Mm. Wat doen jullie denken jullie anders dan normale ploegen die wat onder lager staan dan jullie? Nou kijk, de krachtverschillen bij de eerste 6 of de onderste 6, dat scheelt 50%. Ja. Dat is ook jammer in de Eredivisie, dat er is top 6. En dan moet ik mijn collega een compliment geven, want Levo was de eerste begin van de competitie. Voor de start had niemand verwacht dat Lebo in de play-offs zou komen. Er waren allemaal knooppunten en Marlijn en over Cubo de landskampioen. En die gaan, ja, toch wel wat ik opnoem van die 4 ploegen, er 3 de boot missen. En dat zou een grote fiasco zijn, de knooppunt en Marlijn en over Cubo. Er niet bij zijn, een van iedereen, want dat zijn toch grootheden op dit moment. En dat is een compliment voor Lebo, dat ze met deze selectie en met dit jong team goede competitie gedraaid hebben en dat geeft hoop voor de toekomst. Ja, bedankt voor het compliment. Nee, ik kan dat ook inderdaad beamen dat wij geen favoriet waren. Nee. Als je 5 keer achter elkaar net niet de play-offs haalt en er nou zo dichtbij zit, ja, is het complimenten voor het team en de hele organisatie. Ja. Dus wat we ook hebben gezien is natuurlijk dat er een brok routine staat. Jongens die al bijna elk jaar de play-offs spelen en bij ons niet. Nee. Ik raakte bijvoorbeeld een speler aan en die stond onder 220 volt. Nou, daar heb ik nog mee te maken. Dus ik vind het echt knap wat het team presteert. En ja, super tevreden. Ten opzichte van vorig seizoen, ik word achterlating. 3 grote topspelers naar VDL, naar Iepen, noem maar op. Ja. Keeper en die andere ken je wel. Dus wat dat betreft hebben deze jongens het goed opgevangen. En als collectief zijn we even het jaar gewoon sterker geworden. Alleen. Het zit nu even tegen, open in de play-offs weer te kunnen schakelen. We hebben een helftwedstrijd op rij, dat is echt voldoende in de kwaliteit van de ploeg. En hoe gaan jullie om met de problemen van de sponsor, zeg maar? Heeft dat effect gehad? Kijk, op dit moment, kijk, het zal wel bovenkamers een beetje doorwerken. Want ja, de onzekerheden nemen toe. Maar kijk, voor 1 mei weten wij het definitief uitsluitsel. De Hommel is niet dood. Nee, sowieso niet. Dus wat dat betreft, het zal geleden op een heel andere constructie moeten. Maar ik wou net zeggen, is een aanwinst voor de competitie natuurlijk zo'n gevestigde waarde. Naam en onze sponsor die laten wij niet vallen. Ja. En de samenstelling is nog een groot vraagteken. 1 mei weten wij wat de invulling is en daarna kunnen wij met de jongens pas praten. Okay. En dat is een gegeven in het zaalvoetbal. Ja. En wij hopen dat op dezelfde weg door kan gaan. Ja. Al is het iets minder,
jongens tonen er begrip voor. En dat is het sterke punt van Bommel. Want het is een grote man die veel betekend heeft. En nog voor het zaalvoetbal, Gerard. En dat wil ik ook wel even vertellen. Dat we zoveel mensen niet kwijt willen in het zaalvoetbal. Nee, zeker. We zijn er al te veel kwijt geraakt in het verleden. Ja, dat is zo. Oké. Okay. Goed, dank u wel. Ja, dat was het dan weer voor vandaag. Goed. Oké, top. Prettige reis. Dank jullie voor leuk samen. Goeie interview. Welkom bij deel 2 van Ouders en Leven Vastgoed. We zijn hier aan tafel met Ike, Liel. En oma Tisudani. We gaan het hebben over de wedstrijd dat zojuist is gespeeld tussen Ouders en Leven Vastgoed en FCK De Hommel. De wedstrijd is eindelijk geëindigd in 4-3. Voor Naast Tarik hebben we, als het goed is, de matchwinner, Ike Neal. Want hij maakte de vraag 3, als ik het goed heb. Ja, klopt. En ik heb de laatste paar weken de wedstrijd bezocht en je scoort eigenlijk week in, week uit. Als ik het goed heb. De laatste tijd wel, hè? Ja, nou, ik moet zeggen, de laatste gaat wel goed. Zowel met mij als met het team. Ja. Het team heeft ook een hele grote aandeel in mijn doelpunten. Zeker, ook. Zeker. Dus we blijven gewoon vooral strijden met elkaar. En het doel is play-offs, dus ik denk dat we nu daar heel dichtbij zijn. En het is gewoon even het laatste seizoen, even de laatste paar wedstrijden afmaken en daarna terug naar de play-offs. Dus goed is. Voelde je gespannen voor de wedstrijd? Nee, ik denk eerder als er dan spanning was, is het gewoon gezonde spanning. Weet je, ik speel niet. Vaak met spanning. Alles is gewoon heel gezond en heel relaxed. Ik ga ook gewoon heel relaxed wedstrijd in. En zoals je ziet, is het naar de overwinning geleid. Oké. En wat vond jij van de wedstrijd? Want je was er middenin, je hebt zelf meegedaan. Dus wat vond jij ervan? Ik vond dat we als team heel goed stonden. Ja. We speelden vanuit de afspraken die we hadden gemaakt. En dat heeft goed uitgepakt. Ik denk dat we bij een 3-1 voorsprong gewoon lekker rustig bleven en gingen voetballen. Ja. Dan zie je dat een wedstrijd in de zaalwedstrijd zeg maar, heel snel kan kantelen. En ik denk dat het bij ons een communicatiefouten waren en dat we een tegendoelpunt kregen. Ja. Maar dat is onze kracht van dit jaar. We blijven rustig. Ik zie normaal een ploeg die zou in paniek raken. Je staat 3-1 voor, komt 3-3, zou je in paniek raken. Ik denk bij ons, dat is onze kracht is dat we mentaal heel sterk zijn geworden. Ja. En dat we lekker rustig blijven. En je ziet het, we winnen uiteindelijk de wedstrijd. De wedstrijd duurt 2x20 minuten en dat hebben we goed benut. Wat had je meer verwacht van FCK De Hommel? Of dacht je echt van dit is het gewoon wat ik had verwacht? Kijk, ze zijn koploper, dus ze staan er niet voor niets. En ik had er gewoon vertrouwen in dat wij gewoon deze wedstrijd zouden winnen. Dus ik zie gewoon hoe wij trainen. Wat we allemaal meekrijgen van de trainer voor de wedstrijd. Dus, het is gewoon het gevoel, het zit gewoon goed in de groep. Dus ik had gewoon voor de wedstrijd het gevoel gewoon dat we zouden winnen, dat we 3 punten zouden pakken. Ja. En dat we onze status, ongeslagen status hier behouden. Dus complimenten voor de hele ploeg. Zeker, zeker. En dan vraag ik van Ike, potverdikke, je scoort gewoon 3 keer. Hoe doe je dat? Even serieus. Vertel het even aan de mensen thuis die dit gaan zien. Ik denk gewoon hard trainen. Week in, week uit. Je best doen, 100% geven. En gewoon zo goed mogelijk je best doen, samen met je teamgenoten. En ik ben blij dat we vandaag onze ongeslagen status weten te behouden. En een vraag voor Omar Tisudari. In het veld, je stond er gewoon. Je bent tweede aanvoerder van het team. En je stond er gewoon. Je toonde wilskracht. Jij neemt ze mee op sleeptouw. Zo heb ik het gezien. Of... De kracht van Tisu. Ja, natuurlijk. Ja, dat is, hoe komt dat? Zit het in je of... Kijk, de winnaarsmentaliteit, dat zit gewoon in me. Als je speelt, wil je gewoon spelen, dan wil je gewoon winnen. Dat is denk ik bij alle voetballers. Met de meeste dan. En op sleeptouw dan van neem van de ploeg. Dat is mijn leerproces nu dit jaar. Kelly die zit er heel kort op dat dat mijn kracht moet worden, zodat ik onze doel kan halen, mijn doel, een stap hoger, dat is nationaal. Maar het is, ik denk dat het Kelly, omdat hij er heel kort op zit, dat ik nu heel goed ingroei, dat ik het team meeneem. En dus dat zo gaat het.
Maar je blijft ook strijden tot de laatste seconde, want je gaat echt fel in. Je wilt ervoor gaan. Als jij het duel ziet, je gaat er niet 50% in. Je gaat er 1000% in. De mensen die mij kennen, die weten hoe ik speel, dat ik gewoon kapot maak. Snap je? Ik probeer gewoon mijn best te doen. En gewoon mijn dode schenen gewoon kapot maken. Jullie staan nu zeg maar 1 punt achter op de kop lopen. Gaan jullie de play-offs halen, denken jullie? We hebben wel toch de play-offs nu. Ja, in principe wel, hè. Ik wou niet zo gelijk op tafel leggen. Als we het niet hebben gehaald, dan gaan we het gewoon halen. Ik denk niet dat we het nu gaan weggeven. Nee, hè? Nee. Ja, maar jullie hebben ook een sterk selectie op zich. Ja, we hebben een goed selectie. Er zitten een paar talentjes in, een paar routiniers. Dus het is heel goed gemixt. Ik denk dat de trainer heel goed zijn team heeft uitgekozen en uitgebalanceerd. En met de resultaten die spreken voor zich. Ja, wat als ik naar jullie coach heb geluisterd, heeft dat strijdplan wel goed gewerkt, hè? Ja, dat klopt. Je ziet dat we 3-1 voorkomen tegen de Hommel. Ja. Het is niet zomaar een ploeg, zeg maar. Het is niet de meeste koploper. En ik moet zeggen dat zij ook best wel rustig bleven. Ja. Want je ziet dat ze allemaal internationals, ex-internationals. Ervaren spelen. Ja, ervaren ploeg is het. Dan als je naar ons kijkt, dan ik denk dat de jongens van FCK de Hommel de meeste van ons niet kennen. Nee. Maar we pakken ze toch. Dat is gewoon de kracht van, dat is gewoon onze kracht. Gewoon, Kelly heeft het gewoon allemaal, wat Aiki net zegt, heeft het gewoon heel goed neergelegd. Hij zet onze strijdplan helemaal uit. Alle puntjes op de i, hoeven we alleen maar uit te voeren. Als je goed uitvoert, dan ja. win je gewoon de wedstrijd. Ja, zwaar. En dan nog een vraagje van Aiki. Aiki, mag ik je zo noemen? Ja, tuurlijk. Oké, dank. Aiki, ook veel publiek stond achter jullie. Want ik denk, als ik speelde en het publiek stond achter me, zou ik wel wat zelfvertrouwen krijgen. Ja, natuurlijk. Ja, het geeft je natuurlijk een boost. Weet je. Het is zoals ze dat noemen, de 12e man. Ja, we zijn heel blij met het publiek. Je speelt natuurlijk het hoogste niveau in Nederland. Dus het publiek is altijd leuk. Weet je, familie, vrienden, mensen die betrokken zijn bij de club. Dus dat geeft je natuurlijk ook een boost. En ik denk dat we ook wat terug hebben gedaan voor het publiek door te winnen. Wat zeggen we? Tres Puntos! Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering en tot de volgende keer. Top gedaan, jongens. Dankjewel. Bedankt, hè. Thanks voor het kijken.